Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Goedemorgen, ik ben Laia van Liam aan het doen. En ik ga daar Liam fruitje geven. En vanochtend heeft Niels Jordi naar school gebracht. Dat gaan jullie nu zien, want hij heeft gelopen. Goed zo. Wauw. Jee, je bent al heel ver, Jordi. Kijk, je bent er al bijna. Heb je helemaal zelf gelopen? Wauw. Jee, wat ga je hard, Jordi? Zoals jullie zagen, is de broer van Niels echt hard bezig om het huis van de buitenkant heel mooi te krijgen. Ik ben hartstikke blij met de kleuren die ik uit heb gekozen voor buiten. En Niels is nu eventjes douchen. Ik ga Liam eventjes de fles geven en zorgen dat hij in bed komt. Alles staat boven open, dus de broer van Niels die hoort als er iets aan de hand is. En ik ga Niels zo naar het ziekenhuis brengen, want hij krijgt zijn sterilisatie, oftewel vasectomie. Ik heb Niels naar het ziekenhuis gebracht en die ligt nu als goed is op de pijnbank, denk ik. En Liam die ligt lekker in zijn bedje, oma Edwin die heeft goed opgepast en Sammetje ligt nu in de box. En het is afwachten totdat Niels belt dat ik hem kan gaan halen. En ja. We gaan het zien. Ik hoop dat hij niet te veel pijn heeft en dat het allemaal meevalt. Sorry, ik moet er gewoon om lachen. Ik vind het gewoon komisch. Ik heb 3 bevallingen gehad zonder verdoving of wat dan ook. En hij heeft nooit echt iets in het ziekenhuis gedaan of wat dan ook. Ja, ik heb natuurlijk mijn gastric bypass en alles ondergaan. Maar ja, ik ben niet gewend dat hij in het ziekenhuis zoiets moet ondergaan of zo, dus ik vind het eigenlijk wel grappig. Dan heeft hij ook een keer iets ondergaan in het ziekenhuis. Maar voor de mensen die denken dat ik hem daartoe heb gedwongen, dat is niet waar. Toen ik bevallen was van Liam hadden we het hier al over gehad. Dat wij hierover nadachten, of in ieder geval Niels hierover nadacht. En dat dat we wilden nog een derde en dat we dat daarna gingen laten doen. En ja, we hebben het gewoon echt goed besproken en ja, bekeken van hoe en wat. En ja, de beste optie was dat. Niels, meegevallen of tegengevallen? Oh, dat viel eigenlijk al mee. Ja? Was binnen een half uur klaar. En nou moet je, heb je nou 2 paracetamols moeten pakken? Ja, ik moet 3 keer per dag 2 paracetamols en vandaag moet ik ieder uur 10 minuten koelen. Ja, dus ik heb de ijsklontjes gepakt in een zakje gedaan en die liggen nou daar. Op mijn zakje. Het zakje ligt op zijn zakje. Niet lachen, dat gaat pijn doen dadelijk, jongen. Nou ja. Dus, ik ga eventjes eten voor hem maken, want ja, hij is nou de patiënt natuurlijk. En dadelijk Jordi weer ophalen. Mm-hmm. Niels, hoe gaat het nu met je? Goed. Ja? Een beetje gevoelig, maar het is nog te doen. Ja. Oké. Ik heb net Liam in bad gedaan en die ligt nu in bed. Als goed slaapt hij, want ik hoor hem niet meer. Jordi heb ik de douche in gedaan. Ik ga Sam zo nog in bad doen. Nee, want tegen 8:30 wil jij weer een flesje. En dan heb jij voor je flesje al gebadderd. Ja, wat heb je voor je flesje al gebadderd? Sammetje was van iets geschrokken. Ja. Hè? Ja. Ze moest mama even pakken, hè? Ja. Sam heeft ook een smetvlek achter in zijn nek. Hij zweet best veel. En ik denk dat dat daarvan komt. Gistermiddag was dat nog niet. Ik zag het vanochtend ineens. Ja.
Maar dat komt omdat zijn nek nog heel klein is en die huid, ja, die krijg je bijna niet van elkaar af. Nee, dus ik ga hem dadelijk ook lekker badderen en dan ga ik het ook goed insmeren. Met, ja, ik heb speciaal spul daarvoor, dus dat komt wel goed. En het was straks al iets minder. Dus dat ga ik dadelijk gewoon nog een keer eventjes doen. Ga ik hem lekker even badderen en dan... Is het weer tijd voor een zak ijs? Ja, is het voor jou weer tijd voor een zak ijs. En ik ga Jordi zijn luier gauw doen, dan kan hij naar bed. Want ja, alles komt nu op mama aan, hè. Een hele goede morgen. Niels. Hoe is het met je belletjes? Ja, op zich wel goed. Ja? Ik heb het idee dat het minder pijn doet dan gisteren. Vandaag hebben we de rol een keer omgedraaid. Doe ik de flesjes maken, mama de luiers en de kinderen uit bed halen. Ja, inderdaad. En ik ga vandaag heel veel doen, maar jij zit bij de kinderen. Nou, stemmetje bij papa. Dus dat betekent dat papa meer gaat vloggen? Oh, moet papa aan denken. Papa vergeet dat altijd. Heel af en toe. Nee, heel af en toe niet. Maar ik ga hier dus vandaag aan de slag. Ik heb van alles in mijn hoofd gepland staan wat ik wil doen. Vandaag en morgen. Ja, ze heeft van 3 dagen de eigen volgepland in 2 dagen, denk ik. Ik weet nergens van. Meestal legt Mandy zich te veel druk op dan nodig. Nou ja, wat ik niet afkrijg, krijg ik niet af. Maar ik heb wel een doel. En dat doel is boven poetsen. De douche poetsen en buiten aan de gang. Dat is wat ik vandaag gedaan wil hebben. Dus. Sam begint er al van te gapen. Ja, die is al moe. Maar ja, dat ga ik dus doen. De kindjes zitten lekker te spelen. En ik ga eventjes kleding aandoen en aan de slag. En tussendoor natuurlijk de kindjes een luier doen. En ja, papa kan fruit geven, flesjes geven, dat soort dingen. Maar ik moet eventjes sjouwen. Wilde jij nog iets vertellen? Oh, jij wil klakken met je tong. Nou, dat is dus wat Liam kwijt nog wilde. Nou, daar zitten we even. Kindje liggen, de oudste 2 liggen op bed en de jongste in de box. En wij gaan zo even een broodje eten. Ben ik aan het afbakken en dan ga ik in de tuin verder. Liam's kamer heb ik al helemaal spik en span. Ik moet Jordi's kamer nog doen, de douche en onze kamer en de overloop. En, maar dat was gewoon echt zoveel te doen. Dus ik doe dat gewoon iedere keer in periodes. Dan ga ik zo in de tuin beginnen. Want ik kan nou niks doen boven. Mama, wat heb je allemaal geregeld voor de kindjes? Nou, Jordi die kwelt nogal veel. En soms heb je wel eens het probleem dat je dan speelgoed niet meer, dat het gewoon kapot is en dat het niet meer doet. En Jordi heeft in principe 2 speelgoedjes waar dat hij altijd naar teruggrijpt, toch? Ja, een politieauto. Ja, dus die heb ik dus extra even besteld. Want ik had echt zoiets van dadelijk is hij kapot en dan hebben we een probleem. Ja, dan want we hebben al best wel speeltjes weggegooid. Ja. Die we niet meer kunnen vinden. Ja, niet meer. Ja, dezelfde, zeg maar. Dat kapot gekweld is eigenlijk. Dus en deze heeft hij. Dus dan krijgt hij deze. Krijgt hij al, als die andere kapot is en niet meer te maken is. Dan zorg ik dat ik deze al op reserve heb. Dus die gaat zeg maar achter in de zolder ergens. Wordt die neergelegd. En dan heeft Jordi in ieder geval zijn politieauto nog steeds. Want dat is toch wel iets wat heel belangrijk voor hem is. En hij heeft ook een tol waar hij altijd naar teruggrijpt. Alleen die tol is dus nergens meer te vinden. Ik weet ook niet welk merk het was. Ik kan die tol gewoon nergens meer vinden. Dus nou had ik een andere tol gevonden. Die vergelijkbaar is. Ja, waar gewoon lichtjes en geluid ook in zitten. Dus we hopen dat als die tol kapot gaat, dat hij deze leuk vindt.
Maar dat is altijd even afwachten. En het kan ook zijn dat hij dat pas na maand leuk vindt. Ja, maar dan zorgen we wel dat hij tegen die tijd dat die ene tol kapot is. Want die is ook echt al oud. Die heeft hij echt al vanaf dat hij 1 jaar is of zo. Ja. Dus heeft hij echt al 2 jaar waar hij volop mee speelt. En ja, op een gegeven moment is het gewoon niet meer te maken. En ik heb nog iets besteld voor buiten voornamelijk. Want ja, buiten, we zijn nou nog buiten bezig. Ik moet nog de boel allemaal gaan doen en zo. Hoor. Maar ja, het moet ook een keer klaar zijn voor de kindjes dat ze kunnen spelen. Dus ik had deze besteld. Een rups. Of wat is het? Maar wel, ja. Een caterpillar. Ja, een rups. Hier zitten de oortjes. Die moeten erop geplaatst worden. En dan kennen ze mooi wiebelen. Maar Liam houdt sowieso van wiebelen. En als het goed is, en Liam heeft natuurlijk nog een mooie loopauto voor in de tuin, met een aanhangertje. Ja, heeft hij ook. Dus ja, er moet wel wat speelgoed ook voor in de tuin natuurlijk komen. Dus we hebben deze besteld. Dus nou nog de tuinkindproef maken? Ja, ik ga daar van de week, of wel vandaag mee beginnen al, om dingetjes te doen. En dan... Ja, dat is niet van de een op de andere dag gedaan, want ik moet natuurlijk tussendoor ook nog voor de kinderen zorgen, want ja, papa mag niet sjouwen. Dus ja, dat dus. Mama is heel druk bezig in de bendentuin om daar een mooi terrasje van te maken. Dit is al schoongemaakt. Papa mag niet sjouwen, dus mama doet nou hard werken. Jordi en Liam zijn lekker aan het spelen. Liam, ben jij een koekje aan het eten? Kom maar lekker koekje eten. Kom maar in je mondje. Kom maar happen. Hij bewaart hem voor later. Wil Jordi nog een koekje? Jordi. Jordi, kijk eens. Lekker koekje, hè? Wil jij ook een koekje nog, Liam? En Sam heeft het beste leven. Ik ben eventjes naar binnen gekomen, want Sam wilde de fles, dus hij moest even schone luier. En dat mag Niels nu natuurlijk niet doen. De kindjes moesten een schone luier, dat heb ik ook even gedaan. En Sammetje heeft net zijn flesje gehad en die ligt nu even lekker bij papa. En papa ligt weg te dommelen. Mm-hmm. Ik ga morgen weer verder in de tuin. Het is voor vandaag even goed geweest. Het is zwaar werk toch wel, hè. Dus... En ik heb meerdere dingen te doen natuurlijk. Dus ik ga heel eventjes mijn was weer aanzetten. En eventjes zorgen dat de kindjes dadelijk weer kunnen eten. En ons eigen eten maken. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de pijn? Ja, goed. Ik heb al half dag... Ik heb gisteravond al geen paracetamol mogen nemen. Dus... Nee? Het is wel gevoelig en... Je moet gewoon rustig aan. En dat is ook moeilijk, want je bent gewend je kinderen uit bed te halen 's ochtends en dat kan dan niet. Dan snap jij waar ik mee zat, na mijn zwangerschappen. Mm-hmm. Kindjes liggen lekker te spelen. En wij gaan even ontbijten. Niels is ontbijt aan het maken. Ik ga zo fruit maken voor de kinderen. En dan kunnen we weer aan de slag vandaag. Mm-hmm. Tenminste, ik kan aan de slag. Hij kan lekker bankzaken doen. Ben je spelen?
Deze hadden we nieuw gekocht. We hadden nog een cadeaukaart van de prenatal. En die hebben we daarbij gelegd. Kan die lekker spelen? Oei! 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 En Liam die komt dan altijd even kijken, hè? Ja, hè? Niet je hoofd bonken. Niet doen. Ik heb niet veel gevlogd vandaag, want ik ben de hele tijd in de tuin bezig geweest. En nu ben ik eten aan het maken. De kindjes hebben al gegeten. Niels is nu eventjes de nageltjes aan het knippen. Jij moet geloven, heb ik zijn vinger er al afgeknipt. Ja. Papa dan. Oh, papa doet alleen je nageltjes even knippen. En Sammy ligt hier lekker te chillen. Ja, lekker chillen met je billen. Lekker chillen, lekker chillen, lekker chillen met die billen. Ja. Yeah. En Jordi is chagrijnig, want die heeft vandaag niet zoveel geslapen. En... En papa had straks de tv uitgezet. Ja, papa had de televisie uitgezet. Dat was het helemaal niet mee eens. Wat is er? Wat is er? Ben je zo zielig? Als jij op de camera komt, doe je gelijk zo, hè? Oh, de traantjes weg. Oh. Ja, wat er? Wat er? Papa kon er ook niks aan doen dat hij jouw nagels moest knippen. Ja, dat moest van mama. Nee, het is mijn schuld. En toen was het alweer maandag. We waren er vergeten de vlog af te sluiten. Niels vlogt niet zoveel, want ja, dat zoekt hij niet. En ik heb gisteren nog heel veel opgeruimd en gedaan. En vanochtend ben ik heel snel Jordi naar de logopedie en alles gaan brengen en naar school. Dus hij is nu op school. Dus nu heb ik even tijd om de vlog af te sluiten. Ja, mama heeft dus al flink geshout. Maar goed, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.